Deze week in Nieuwsronde. Een lezing van Peter Daamkoer. De MVO-prijs. Jeugdbrandweerwedstrijden in Vinkeveen. Politici plaatsen schoolzonnebord. En kort nieuws. Vrijdag 11 oktober heeft wethouder sport David Molenburg bij Hertha in Vinkeveen samen met de voorzitter het bord onthuld waarop te zien is welke toekomstplannen de voetbalclub heeft met de kantine. Het begin is er. In het Hof van Salland is afgelopen woensdagavond een benefietavond gehouden voor de Stichting Haarwensen. Deze in Meidrecht gevestigde stichting levert gratis haarwerken aan kinderen onder de 18 jaar die door ziekte of een andere oorzaak hun haar verliezen. De modeshow was een initiatief van Pavette Teddel dat het steunpunt voor de Stichting Haarwensen in Oost-Nederland is. De avond bracht behalve €1600 ook 3 haarvlechten op die op de post naar Meidrecht gaan. Stichting Karijn gaat onder meer het verzorgingshuis Vinkeroord in Vinkeveen sluiten om zo het hoofd boven water te houden. Ook staan banen van personeel op de tocht. Karijn voorziet financieel zware tijden vanwege de bezuinigingen van het Rijk op de vergoeding van ziektekosten. De stichting overlegt nu met werknemers en cliënten in een poging iedereen tevreden te houden tijdens de bezuinigingsactie. Marcel Dokter, postcommandant van de brandweerkazerne in Wilnis, liet tijdens de jeugdbrandweerwedstrijden in Vinkeveen weten beoogd voorzitter te zijn van de vakvereniging brandweervrijwilligers. Ik ben bestuurslid van de vakvereniging brandweervrijwilligers, dus de belangenbehartigersclub van de brandweervrijwilligers in Nederland. En dit zijn de jongste vrijwilligers, de jeugdbrandweer. En als het goed is word ik in december de voorzitter van die vakvereniging. En daarom heb ik vandaag voor het eerst de minister toegesproken als beoogd voorzitter. Als het aan netbeheerder Stedin ligt, zal binnenkort de hennepgeurkaart wijdverspreid worden. Stedin introduceerde de geurkaart 3 jaar geleden in de hoop dat mensen zelf illegale drugspanden in hun woonomgeving zouden ontdekken, om dan vervolgens de politie, brandweer of netbeheerder te waarschuwen. Alle netbeheerders doen mee aan het verder verspreiden van de kaart. Een woordvoerder van Stedin vertelde desgevraagd dat de hennepgeurkaart waarschijnlijk ook in de Ronde Venen verspreid wordt. In het kader van het Nederland-Ruslandjaar verzorgde de voormalig NOS-correspondent voor Rusland, Peter Daamkoer, vrijdagavond 4 oktober een lezing bij de Literaire Veen in de Boei in Vinkeveen. Hij vertelde hierin op aanstekelijke wijze over zijn ervaring in Rusland, waar hij nog steeds woont. Vlak onderaan de heuvel van mijn huis woont, dan kom je vanzelf uit bij het stadje Maria Slavers. Zoals hij vertelt over de geschiedenis. Hij praat met een gemak, gebruikt geen briefje. En hij is dan heel verkouden, dat kun je zien. Dat hij steeds zijn voorhoofd afveegt. En ik heb hem 2 jaar geleden in Sint-Petersburg gehoord. Dus ik had heel hoge verwachtingen. En het klopt, het is allemaal, is heel goed. Ik ben een beetje teleurgesteld. Oh? Ja. Want? We hebben hele goede sprekers hier gehad. En deze meneer is natuurlijk een goede spreker. Maar in een theatrale stijl, vind ik niet interessant. Hij moet gewoon praten zoals een gewoon mens praat. En vertelt wat hij leuk vindt en wat hij beleefd heeft. Na afloop vroegen we hem wat zijn mening is over de Greenpeace-affaire, waarbij de Russische politie onder andere de uit Meidrecht afkomstige Faiza Ulasen heeft gearresteerd op verdenking van piraterij. Zeg maar burgerlijke ongehoorzaamheid bestaat in Rusland niet. Of praktisch niet. En men weet absoluut niet hoe men daarmee om moet gaan. In het Westen is men wel wat gewend natuurlijk van Greenpeace en ook in andere delen van de wereld. Maar de staat, er is in Rusland de almacht van de staat. En de staat wil niet dwarsgezeten worden door mensen die er anders over denken. En dan gebeuren dit soort dingen. Wat natuurlijk heel negatief is in die zin dat Greenpeace moet de Russische autoriteiten hevig dankbaar zijn voor de enorme wereldwijde publiciteit die ze nu gehad hebben. Ja. Hoe denkt u dat het afgelopen? Nou ja, we hebben een 2013 jaar en ik heb begrepen dat Frans Timmermans, die Rusland op zijn duimpje kent, de taal spreekt en de mores van het land kent, denk ik dat hij de juiste stap heeft gezet, ondanks het vriendschapsjaar, om de Russen voor de rechter, het internationale zeerechthof te dagen. Omdat men arrestaties heeft verricht en feiten op Nederlands grondgebied. En dat is het enige juiste antwoord, de Russen, van alles volgens de wet, maar wel volgens de internationale wet.
Voor de tweede keer gaat de komende maanden de strijd om de MVO-prijs van de Ronde Venen van start. In 2011 werd de prijs voor het eerst uitgereikt. Met de prijs wil de gemeente de Ronde Venen maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren en ondernemers die zich op dit gebied inspannen onder de aandacht brengen. Ik denk dat je in de maatschappij een trend ziet dat consumenten ook steeds bewuster consumeren. En bewuste keuzes daarin maken. En als je als bedrijf daar goed op inspeelt, dan kan het ook heel goed zijn voor je bedrijfsvoering en voor je bedrijfsresultaat. Ja. Legt u dat eens uit? Want ik heb altijd zoiets van net als met biologische groenten, het is allemaal duurder. Ja, het is inderdaad iets duurder. Maar wat bijvoorbeeld interessant is aan biologisch, is dat biologisch vlees op dit moment niet aan te slepen. Er is meer vraag naar biologisch vlees dan dat er aanbod is. De boeren die daarin hebben geïnvesteerd, die varen daar wel bij. En dat zie je ook in de schappen terugkomen bij de supermarkt, ook met andere producten, met fair trade producten. Dus de tijd dat echt geitenwolle sokken is en dat het alleen maar om milieu ging is voor mij. Consument consumeert bewuster en als je daar als bedrijf op inspeelt, kan het ook heel goed zijn voor je bedrijf. Legt u eens uit wat bedrijven moeten doen om of in aanmerking te komen voor die prijs? Nou, om te beginnen moeten ze zich al gaan aanmelden. Hè? Dat is denk ik het eerste. We moeten weten dat ze daarvoor in aanmerking willen komen. En vervolgens gaan we beoordelen in hoeverre zij maatschappelijk verantwoord ondernemen echt in een volledige bedrijfsvoering laten terugkomen. Dus nogmaals, niet dat ze één aspect uithalen, maar dat het hun dagelijks handelen beïnvloedt. En de impact van datgene wat zij doen. Dus aanmelden en laten zien wat je doet met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja. Dit is de tweede keer dat de prijs wordt uitgereikt. Wie heeft hem de vorige keer, de eerste keer gewonnen? Dat was Brabebo, dat is een bedrijf die met name bezig is met auto-onderdelen. Overigens ook de onderneming van het jaar geworden afgelopen jaar. Dus dat is wel een mooi voorbeeld om te laten zien dat een bedrijf dat de MVO-prijs wint, ook vervolgens wordt gekozen tot beste onderneming in de Ronde Venen. De winnaar van de MVO-prijs ontvangt een duurzame trofee en volop publiciteit. Bovendien mag het winnende bedrijf zich de komende 2 jaar de beste maatschappelijk verantwoorde ondernemer van de Ronde Venen noemen. Zaterdag 5 oktober werd in Vinkeveen de landelijke finale van de jeugdbrandweer georganiseerd. Tijdens de finale stortten alle 20 teams zich op de 2 wedstrijdscenario's. Op de wedstrijdbaan voor de junioren moesten ze een brand in een kinderdagverblijf blussen. Op de wedstrijdbaan voor de aspiranten was het een ingewikkelde klus. Een brand in een vakantiehuisje. Hiervoor moesten ze met de boot en de brandslangen over het water. De politie is opgeplaatst, over. Politie te plaatsen is begrepen. Dank. Behalve veel geïnteresseerde bezoekers bezocht ook minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie die finales. Nou, de jeugdbrandweer is belangrijk, want het is natuurlijk een kweekvijver voor de echte brandweer. Als je ook merkt en weet dat ongeveer 30-40% van de brandweermensen afkomstig zijn van de jeugdbrandweer. Ik heb goede preventievoorlichting gekregen, wat bij in Rotterdam ook huis aan huis gebeurt. Nou, heel veel in Nederland. En dat is ook wel goed, dat bij de jeugdbrandweer je niet alleen het redden van slachtoffers, het blussen van de brand en hoe spuit ik, maar ook even die preventie, hoe voorkom ik dat de brand komt. Dus dat is ook goed, een stimulans voor bijvoorbeeld voor het onderwijs. Veiligheid voor de leerlingen van de basisschool De Schakel en de Pijlstaartschool, beide aan de Pijlstaartlaan in Vinkeveen, is in de gemeenteraad van de Ronde Venen regelmatig onderwerp van gesprek. Ondanks herhaald aandringen van onder andere de fracties van Ronde Venen Belang en PvdA GroenLinks Lokaal Sociaal, neemt wethouder Schouten geen maatregelen. Daarom hebben de beide fractievoorzitters zaterdag dan ook zelf schoolzonneborden geplaatst. Wij hebben al een hele tijd gevraagd aan de wethouder Schouten om maatregelen te nemen. Afgelopen week hebben we dat weer gedaan. En hij zou ernaar gaan kijken, dat horen we nu al 9 maanden. Ernst heeft dat bord gemaakt en we hebben hem samen geplaatst. En we hebben nu 1 bord, dus wethouder Schouten kan het nu afmaken. Nadat ik contact had gehad met Anko na de commissievergadering ontstond het idee, als er dan geen snelle actie vanuit de gemeente komt, dan doen we het zelf. En dan moeten nu de ouders ook in actie komen. En als je echt een veilige omgeving wil hebben, dan moet er ook een zebrapad zijn. En ook die zebrapaden, die hoorden er ook bij. En die zijn we nu aan het aanleggen. Precies. Voor zover bekend heeft wethouder Schouten niet gereageerd op de plaatsing van de borden. Dit was Nieuwsronde voor deze week. Heeft u ook een onderwerp? Laat het weten via info@rtvrondevenen.nl.
Thank you.